Hallo medegamers, ik ben Shazi en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe review. Dit keer is die van Fast RMX. Een simpele futuristische racer die er vast in zal slagen ook jouw hart te doen racen. Fast RMX is een racer die wel wat invloeden weggeeft van bijvoorbeeld FF-Zero of Wipeout voor de PSP bijvoorbeeld. De game onderscheidt zich echter door een soort boost systeem. Het tactische zit hem vooral in de soorten boost. Je hebt namelijk eigenlijk twee soorten boost. Eentje is in de vorm van banen die op het circuit liggen, die kan je nu ook zien. En de kleur van jouw schip, het licht daarvan moet eigenlijk in tune zijn met de kleur op de baan. Als de kleur van jouw schip blauw is en je gaat over een blauwe baan, dan zal je heel hard supersonisch over de baan heen scheren. Maar als de kleur van jouw schip oranje is en je gaat over een blauwe baan, dan zal je dus juist vertraagd worden. En jij kan zelf bepalen wanneer je switcht. Dit doe je echt binnen een milliseconde. En dit is een mechanic waar de ontwikkelaars ook duidelijk mee hebben gespeeld. In de zin van, dan plaatsen ze snel oranje, blauw en dan moet jij snel klikken en behendig zijn om dat dan juist te doen, zodat je alleen maar heel erg hard gaat. Daarbovenop heb je nog een andere manier om te boosten en dat is dat je kan ook een boostmeter opbouwen. En dat doe je niet door over die boostbanen heen te gaan, maar dat doe je door bolletjes te pakken die overal verspreid liggen op de circuits. En de tactische daar zit hem vooral in van wanneer zet jij je eigen boost in. Want je kan het gebruiken om gewoon heel hard door te gaan natuurlijk en om mensen in te halen. Maar je kan het ook gebruiken om tegen mensen aan te knallen, waardoor hun rond gaan tollen en je dus hun vertraagt in die zin. Daarnaast is de weg ook vaak een soort van opengebroken. En dan moet je een gat overbruggen eigenlijk. En als je dan geen boost hebt, kan het best wel zijn dat je daar gewoon middenin pleurt. Dus die boost mechanic is een beetje hoe het onderscheidt van racers binnen hetzelfde genre. Het werkt ook goed en als je het goed weet te gebruiken op een gegeven moment, want je leert dat naarmate je speelt natuurlijk, dan voelt het ook wel gewoon cool als je dat helemaal beheerst. Je hebt een aantal verschillende modi. Je hebt bijvoorbeeld de Championship mode. Die is dan weer onderverdeeld in Subsonic, Supersonic en Hypersonic. In de eerste instantie kan je alleen maar Subsonic doen. Dat is gewoon degene waarmee je begint, zeg maar. In Mario Kart zou dat bijvoorbeeld 50cc zijn. En dan heb je daarna 100cc en 150cc. Zo is het eigenlijk ook gewoon verdeeld hier. In Subsonic maak je eigenlijk kennis met alle auto's slash schepen. Het is maar hoe je het noemt. De circuits en ook de game mechanics natuurlijk, die worden hier nog een beetje uitgelegd. Die modi is weer verdeeld eigenlijk in cups en iedere keer als jij eentje complete, dan krijg je in het begin in ieder geval krijg je en een nieuwe auto en een nieuwe cup. Dus je krijgt bijna bij alles wat je doet, je maakt niet echt progressie in de vorm van levels, maar je maakt wel progressie in de zin van je krijgt een nieuwe en of betere auto slash schip. En een nieuwe cup dus, zeg maar. Dus nieuwe levels. Mits je natuurlijk in de top 3 belandt. Als jij vierde wordt, uiteindelijk van de bijvoorbeeld 3-4 races die je gedaan hebt en je gemiddelde zorgt ervoor dat jij op de plek 4 komt, dan krijg je natuurlijk niet een nieuwe cup. Je moet wel je best doen en in de top 3 belanden. In Subsonic is nog alles chill eigenlijk. Je wint races. Je moet je best doen wel echt om te winnen. Je wint niet zomaar. Maar echt moeilijk te noemen is het nog niet. Maar dan krijg je toch eens de schrik van je leven als je naar Supersonic gaat. Dat is echt next level gewoon. Het lijkt wel alsof alles dubbel zo snel gaat en het zou me ook niks verbazen als dat ook echt zo is. De andere singleplayer mode is Hero Mode, of zoals ik hem ook wel noem, de Dark Souls mode. De Hero Mode kent namelijk een aantal regels. 1. Je moet als eerste eindigen. En 2. Je boostmeter is ook je schild. Wat betekent die laatste regel nou? Dat betekent dat als je boostmeter leeg is, je schip ook geen schild meer heeft. Dus als je dan tegen een vangrail aanknalt of een vijand botst tegen jou aan, dan ontploft je schip en dan is het gewoon einde verhaal. En als je het spel langer hebt gespeeld dan 3 minuten, dan weet je dat beide dingen best wel vaak gebeuren. 3, 2, 1.
Dit is dan ook de modus die erop gebouwd is om jou te kneden in een ware coureur. En daarmee is deze ook gelijk de meest uitdagende modus en de meest spannende modus. Veel spannender nog dan de karige online multiplayer waar ik normaliter juist erg fan van ben. Ik noem de Hero Mode liefkozend de Dark Souls mode, omdat deze modus mijn hart laat racen op dezelfde manier als het in Dark Souls doet als ik bij een moeilijk stuk ben of als ik in een baasgevecht zit zelfs. Want je mag gewoon bijna geen één fout maken. Je wordt gewoon genadeloos afgestraft op het moment dat je dat doet. Want zoals gezegd moet je dus en eerste worden en mag je maar heel weinig botsen. Dus je bent er tijdens het racen constant mee bezig met die twee dingen. Je bent de hele tijd aan het oppassen en tegelijkertijd ben je heel hard aan het racen en moet gewoon alles goed gaan. En dat is juist heel erg leuk. Als je dan teruggaat naar een vorige mode, dan merk je ook gelijk dat je iets van die ervaring meeneemt. Je bent echt merkbaar een stukje beter geworden, omdat je zo hebt op moeten passen eigenlijk. De online multiplayer mode noemde ik net wel karig en dat is hij ook. Je kan bijvoorbeeld niet eens een race opzetten tegen een vriend van jou online. Het is zo simpel als klikken op multiplayer, dan online communication, je kiest je raceschip uit. Vervolgens word je in een random lobby geplaatst, je kan het dus niet zelf aanklikken of wat dan ook. En dan is het gewoon een kwestie van beginnen. Toegegeven, het is wel vlot, je zit er wel zo in, maar erg veel keuzemogelijkheid is er dus niet. Dit is echt een gemis dat er geen verschillende modi zijn of cups zoals je die wel hebt in een singleplayer. Nadat een race is gefinished, stem je op een level wat je wilt en het level met de meeste stemmen die wordt dan gekozen en dat is eigenlijk de enige keuze die je kan maken. Je kan ook niet de snelheid aanpassen naar bijvoorbeeld de snelheid van de Supersonic of de Hypersonic Cup. Het is in de snelheid van de Subsonic Cup, dus de allerlaagste. En dat is jammer, want die andere snelheden die zijn juist extra spannend, maar daar kan je dus gewoon niet bij. En daardoor is de multiplayer jammer genoeg gewoon niet zo spannend of leuk als dat het had kunnen zijn. In de lokale multiplayer heb je al deze opties gelukkig wel en ik ben ook blij te kunnen vermelden dat je gewoon lekker de Joy-Cons aan je vriend of vriendin kan geven en dat je gewoon lekker kan spelen. Dat werkt gewoon. Lekker ouderwets splitscreen spelen zit er dus sowieso in. Oh joh, kijk hoe mooi boven. Nee, kijk. Hoe kan dat? Wat ik kijk naar jou ga ik ook dood. Ja, zeg kijk. Ook kan je, mits je je eigen Switch hebt en die andere persoon ook en je zit bij elkaar in de buurt, kan je wel een lokale match opzetten. En dit kan je doen met maximaal 8 mensen in totaal. Last but not least wil ik het eventjes hebben over de performance van de game. Het overgrote gedeelte van de tijd draait Fast Air Mix gewoon rustig in 1080p en 60fps, wat natuurlijk gewoon fantastisch is om naar te kijken. En in handheld mode in 720p 60fps. En somehow ziet de handheld mode er toch weer beter uit. Net zoals bij Zelda en sommige andere games die ik gezien heb. Het ziet er gewoon net even wat mooier uit in handheld mode. En dat is waarschijnlijk weer door de pixeldichtheid van het scherm. Het ziet er gewoon daardoor, het wordt een soort van gecomprimeerd en daarom ziet het er gewoon netter uit. En het systeem handelt het vaak ook beter, want je ziet gewoon dat hij wat minder last heeft van framerate drops of issues in handheld mode. Daarnaast zijn de graphics van de game ook echt dik in orde. De levels, alle levels zien er echt mooi uit. Er zijn ook best wel veel. En de schepen die mogen er ook best wel zijn. Al met al biedt deze game, al is hij simpel van opzet, zeker de nodige diepgang om je in je eentje of met vrienden flink wat uurtjes te vermaken. Dit was mijn review van Fast RMX. Vond je deze review nou leuk? Laat dan even een likeje achter. Heb je nog vragen? Laat ze gerust weten in de comments below. En subscribe voor meer Nintendo Switch content. En dan zie ik jullie heel graag de volgende video weer terug. Laters!